En wij gaan lekker shoppen. Wil je koffie uit een beker of uit een kop? Beker. Goedemorgen. Gisteravond kwam je hier aan in de stromende regen. Nadat de taxichauffeur het niet eens kon vinden. En dan ben je toch een beetje negatief. Maar ik moet zeggen, zo met het doorbrekende zonnetje, is dit toch best wel een chill plek. Echt top. Zeker met al die andere gasten erbij. Ja, goede vibe. Nou, daar gaat hij. We gaan met Bancha in een Mazda. 3 minuten. Let's go. Nou, dat was even een rustige ochtend. We gaan nu voor onze laatste verplaatsing weer terug naar Park Plaza. Altijd goed. Maar we maken dit keer gebruik van Uber. Dus we zijn benieuwd hoe dat gaat in Bangkok. Uber is natuurlijk ook een gewone auto en die is niet zo groot. Dus dit is hem, denk ik. Echt binnen 3 minuten stond dit mannetje al op straat. En hij brengt ons, als het goed is, naar Park Plaza. Ondertussen laten we nog even wat van Bangkok zien. We hebben nog een vraag binnengekregen van Killian Weijers of wij alles vooruit geboekt hebben. De meeste hotelovernachtingen niet, behalve aan het begin, Park Plaza, en op het einde. Die hebben we vooruit geboekt. De rest hebben we gewoon onderweg bepaald. Een vertrouwde kamer in het Park Plaza. Een mooi bedje met z'n tweeën, drieën, één bed. Dat had je niet gezegd. Mag niks kosten. Lekker. It's interesting. Thank you. Kap. See you later. See you. Bye bye. Het weer vandaag. Net van het bankje af hier. Zo. Maar ja, alles voor YouTube. We hebben vandaag en morgen nog een Bangkok en dan zit het er helaas op. We hebben niet echt meer een programma. Behalve dan iets wat begint met shop en reinigt op pun. Veel thee. No Thai tea. Ga je dan daar op naar MBK? Ja. Wat gaan we nu weer eten?
En dan gaan we ijs eten en doordoen.